geestelijke dienst waarin we afscheid nemen van dominee Otto Greving. We hebben meerdere voorgangers vandaag. De eerste is dominee Otto Greving, waar je even kan staan. Dat weet iedereen wie je bent. Diaken Anton van Diessen. Dominee Henk van Kapel. En dominee Bert van der Linden. De muzikale medewerking wordt verleend door organist en pianist Joop de Zwart, de zanggroep onder leiding van Corine Vreken, dwarsfluit Rianne Rodenburg, koor en combo Laudato Domino onder leiding van Otto Greving, gitaar Ko van Meren, kajon Ruben van der Meer, van der Blaar, sorry, dwarsfluit Maaike Kuiper en cello Inge Greving. Na de dienst niet gelijk naar het buffet gaan en achter heel even blijven zitten, want we hebben nog enkele mededelingen en afscheidsspeeches. We wensen u hier in de kerk en alle die met ons de dienst meebeleven op een andere manier een gezegend samen zijn en verbondenheid met de Heer. Stil zijn voor God en voor elkaar. Geloven betekent in beweging komen. En niet zomaar. Zijn woord roept ons op om weg te gaan. Niet zonder belofte. God gaat met ons mee. Dus wij gaan. Achter hem aan. Al voelt dat soms ontheemd en vervreemd. Maar de belofte is dat we thuis zullen komen. We zingen als openingslied, lied 803. Een andere melodie van het Israëlische volkslied. Door de wereld gaat het door. Lied 803. Zullen we dat zo mogelijk staan en zien? Thank you.
mensen die hier al lang niet meer zijn geweest, mensen die hier af en toe komen of gewoon voor deze gelegenheid. Fijn dat we hier met elkaar met zoveel muziek elkaar houden, onze God op toezien. En wij groeten elkaar. De Heer zij met u. En ook met u zij de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die Heer wat de aarde gemaakt heeft. Wij bidden. O God, keer u om naar ons toe. En doe ons weer leven met hart en ziel. Laat ons, o Heer, uw liefde zien. En geef ons uw wel. O Heer, hoor ons gebed. En laat ons zoeken tot uw troon. Amen. In 12 jaar hebben we veel met elkaar mogen delen. We hebben ons geloof en onze geloofsvragen gedeeld. En ook veel van ons mens zijn. Daarin hebben we elkaar gesteund en omarmd, aangemoedigd, geholpen, maar ook alleen gelaten. Niet gehoord, vergeten, pijn gedaan. Dat is extra ballast die we meenemen op de weg die God ons roept te gaan. God wil die last van ons afnemen door zijn vergeving. En daarom leggen we die last in zijn handen, in ons lied en gebed. Wij zingen lied 836, couplet 1 en 5.
vanuit Gods genade mogen we leven en daarin ook gemeente zijn. We mogen met een schone lei beginnen. Maar hoe zorgen we ervoor dat we er iets goeds van kunnen maken? In ons leven en daarin ons gemeente zijn. We zijn er maar druk mee. Wat voor invloed heeft Gods genade op hoe het leven goed kan zijn? Hoe maakt God niet alleen schoon, maar vult Hij ons leven ook met zijn genade? En wat betekent dat dan? Je zult merken dat het daarin ook gaat om een stukje overgave. Laat God ook maar je leven vullen. Laat het maar gebeuren. Dans. Dans mee met Vader, Zoon en Geest. We zingen met de zanggroep. Lied 760. Met de 1 en 3 van de zanggroep. 4 inmiddels bekend dan door ons allemaal. Zullen wij samen bidden. Trouwe God, liefhebbende Vader, wij openen uw woord waarmee al eeuwenlang mensen op weg gaan en zich geroepen voelen om er iets mee te gaan doen in hun leven, in uw wereld. Dat woord is een scheppend woord. Het geeft nieuwe perspectieven, nieuwe inzichten, troost en bemoediging, aansporing en motivatie om de weg die wij gaan. Zend dan uw inspirator, bidden wij. Maak ons creatief met uw woorden, laat ze landen in ons leven. Zend uw Heilige Geest, die al vanaf het begin van de wereld over de wereld waait en leven geeft. Amen. Wij gaan zingen over die scheppende geest in vrouwelijke beelden die met name het Oude Testament zo kenmerken. Met een lied uit de gemeenschap van Iona in de oorspronkelijke Nederlandse vertaling. Daarna luisteren we naar woorden uit de Galatenbrief uit het Nieuwe Testament over wat something inside so strong is dat we wat moois van ons leven kunnen maken.
Wij zingen met de zanggroep lied 701. Met één de zanggroep 2 en 3 door allen. Thank you.
is, hè? Bladeren bij mijn leven terug. Ik heb thuis ooit een zelfgemaakte katheder gebouwd en daar ligt die altijd open op de psalm van mijn opa, psalm 84. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers in de moderne vertaling. Daar ligt hij in de oude, maar daar mag hij op open. Geliefde van Christus. Ja, zo sprak ik u het grootste gedeelte van de afgelopen 12 jaar aan. Geliefden van Christus. Want dat bent u. Geliefden van Christus. Eigenlijk geliefde in Christus, naar de Engelse aanhef van preken die ik zo vaak was tegengekomen. Beloved in Jesus Christ. Kijk, in het Engels klinkt het allemaal vaak zo mooi, hè? Zoals die oude Robert Schuller, die de diensten van Hour of Power in de Christelijke Cathedral altijd begon met Jesus loves you, and so do I. En daar heb je een basstem voor nodig, die heb je niet. Maar Jesus loves you, and so do I. Want dat is het begin. We zijn geliefd, en ook nog eens in Christus. Ja, we hoeven niet als eerste lief te hebben. En we hoeven ook niet als eerste wat te doen. We zijn geliefd. In Christus. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dat in Christus geliefd zijn? En wat betekent dat voor ons leven? En voor wat we doen en proberen te bereiken? Misschien is het mooi om hierbij te vertellen dat ik niet de tekst van vandaag gekozen heb, maar dat de tekst mij gekozen heeft. Dat klinkt heel zweverig, realiseer ik me. Maar het is voor mij heel concreet. Velen van u weten dat ik van leesroosters hou. Niet omdat ik niet kan kiezen, want u weet dat ik een vrij sterke eigen wil heb. Niet lachen. Maar niet omdat ik niet kan kiezen, maar omdat de Bijbel iets aan mij, aan ons te vertellen heeft. En dan moet ik niet altijd met mijn keuzes en met mijn voorkeuren tussen gaan zitten. Om niet te horen wat ik al weet en vind. Een leesrooster kan, ik zeg niet zal, maar kan je op het spoor zetten van een tekst die je anders niet gepakt had. Omdat die om wat voor reden dan ook niet binnen je bereik lag. Zo'n tekst kan je dan ook helemaal niet liggen of zelfs tegenstaan. Maar dan geldt de uitdaging van een oude predikant. Als een tekstje niet ligt, dan moet je anders gaan liggen. En zo kwam ik vlak voor mijn laatste kerkenraadsvergadering, die ik mocht openen, in het rooster van Terzee uit bij dit gedeelte uit de brief van Paulus, Jezusleerling Paulus aan de inwoners van Galatië. En misschien denk je, ik heb het wel gehoord, maar waar gaat het over? Wel of niet besneden worden is niet een van de vragen in de voorbereiding van ons nieuwe beleidsplan, zullen we maar zeggen. Maar de discussie is wel helder. Blijkbaar vindt een aantal gelovigen het noodzakelijk om wel besneden te worden om bij Jezus te komen. Dat besneden worden, dat is iets van het Joodse geloof waar ook Jezus in is grootgebracht. Maar kennelijk is er voor Paulus echt een spreekwoordelijke knip gemaakt met de komst van Jezus. Of eigenlijk met het sterven en opstaan van Jezus. Daarin is iets doorbroken waardoor het niet meer van jezelf afhangt. Of jij de wet wel volledig naleeft. Met alle regeltjes en subregeltjes van dien. Jouw rechtvaardiging. Of het goed is met je. En tussen jou en God is daar niet meer van afhankelijk. Hoe zou dat ook moeten? We komen er een heel eind mee, oh ja zeker, maar onze zekerheid vinden we er niet in. En we gaan steeds weer de mist ermee in. En regeltjes, ach, die zijn er toch om omzeild te worden, in ons voordeel geïnterpreteerd te worden, of om de mazen in de wet te vinden. Jezus maakt een einde aan onze onmogelijkheid om onze rechtvaardiging voor God en voor elkaar te bereiken. Dat het goed is met je en tussen jou en God. Het lukt ons niet zelf om
door ons eigen onvermogen daarin te slagen. Kruis en opstanding laten zien dat waar ons pogen om de liefde te leven letterlijk doodloopt, God zegt, en toch gaan we door. Jezus leeft. We gaan door. God gaat met ons door. Het is goed. Het is goed. En dat het goed is, dat het al goed is, geeft ons een enorme vrijheid om te leven. Geen vrijheid om er alles in te doen wat God verboden heeft, maar wel om je niet meer geketend te voelen door de plicht dat je het goed moet doen. En de druk ligt er in onze tijd wel enorm op. Ja, we krijgen veel voor elkaar en wat wordt er hard gewerkt. En veel effort gestoken in het opbouwen van netwerken. En in het opbouwen en onderhouden van het gezin. En de zorg voor onze ouders en onze naasten. En wat wordt er veel energie gestoken in de kerk. En onze lichamelijke en geestelijke conditie met sport en allerlei cursussen voor zelfontplooiing en mindfulness. En het is mooi dat dat allemaal kan en dat ons zoveel lukt. Maar de vraag die Paulus aan ons zou stellen is, ben je pas gelukkig als dat allemaal lukt? Is het pas goed als dat allemaal goed is? Nee, zegt Paulus. Het is al goed. Het is al goed, mensen. Dat is bijna een onvoorstelbare boodschap in deze tijd, waarin we zoveel aan het najagen zijn. Maar om met de prediker te spreken, ook dat is lucht en leegte. Of nog scherper met een oude vertaling, ook dat is ijdelheid. Het hangt niet van jou af. Het hangt niet van ons af. Gelukkig maar. Laat je niet een nieuw slavenjuk opleggen, zegt Paulus. Keten jezelf niet door het gevoel dat alles moet lukken. Je bent niet pas lucky als alles lukt. Wees maar eens een lucky loser. Want dat is wat je bent, een lucky loser. Het is dan ook af en toe een behoorlijke puinhoop. En lastig om overal een antwoord op te vinden. Hoe doe ik mijn werk goed? Hoe ben ik een goede partner? Hoe ben ik een goede vriend of vriendin? Hoe voed ik mijn kind op? Hoe ben ik een goede vader of moeder? Hoe draag ik op een goede manier mijn steentje bij aan een betere wereld? Hoe zijn we op een goede manier kerk? We leggen onszelf daarmee vaak een norm op of passen die norm aan wat ons wel lukt en willen geen kritiek horen, want zo moet het goed zijn, maar lieve mensen, het is al goed. Leg jezelf geen nieuwe wet op die je zelf niet kunt houden of je zoveel stress geeft omdat je dat nooit bereiken kunt. En die eindigt met in elkaar de maat meten of vooral niet de maat genomen willen worden, omdat het zomaar goed moet zijn. Het is al goed. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Dat is wat genade genoemd wordt. En ons woord gratis komt van het Latijnse woord voor genade, gratia. Gratis. Genade is niet goedkoop, het heeft God veel gekost. Maar het is wel gratis. Het is er al. En het is goed. Leg jezelf geen nieuwe wet op om het goede te bereiken. Het goede ligt al voor handen. Ontvang het en leef in vrijheid. Ga dan heen en maak fouten. Dat klinkt als tegenstrijdig met de woorden van Jezus zelf, die op diverse plaatsen in het evangelie zegt, ga heen en zondig niet meer. Maar je snapt best wat ik bedoel. Wees niet bang om fouten te maken. In het missionaire werk om mensen in contact te brengen met de boodschap van Jezus is dat ook een belangrijk motto. Durf te falen. En dat mag het motto van het hele leven zijn. Durf te falen. Want het is al goed. Ga heen en maak fouten betekent dus niet maak er maar een zootje van, maar durf te falen. Wees maar die lucky loser, want dat is wat we zijn. Lucky, omdat het al goed is, ook al lukken dingen niet. Ook in onze kerk hoeft niet alles te lukken om het goed te laten zijn. Het is al goed. Leef in vrijheid. Zonder een juk. Dat er van alles moet om het goed te laten zijn. Ga en durf te falen en vergeef elkaar. Meer dan van alles van de kerk te maken, aantrekkelijk en missionair en weet ik al niet wat,
is dat onze core business. Vergeven. Dat is misschien een wat platgetrapt woord. Maar als het erom gaat waarin wij nu het verschil kunnen maken in deze wereld, dan is het dat vergeven. In een cultuur van afrekenen op wat je lukt en afstraffen op wat je niet lukt. Of afstraffen dat je het wel zo goed vindt en niet meer ambitie toont. Dan is vergeving een totaal ander geluid. Het is al een ander beetje. En vergeving is bovendien niet iets dat wij moeten creëren of waar we een programma voor moeten ontwikkelen om dat te bereiken. Het is al. Leven in vrijheid. Sta vrijmoedig in het leven. Ga maar. En maak maar fouten. Vergeef elkaar. Wees een lucky loser. Die kan zeggen, ik ben niet lucky om wat ik bereikt heb. Maar om wat ik al had. Ik ben geliefd. In Christus. Zo ben ik naar mijn best gekunnen. Wie ik ben en wat ik doe. Voor mezelf, voor mensen om me heen en voor God. Niet om te moeten bereiken dat het goed wordt. Om te laten zien dat het al goed is. Dan kunnen we misschien ook wel heel veel dingen laten. En houden we tijd over om te dansen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Thank you.
gezien van het aantal kerkgangers, vrijwilligers, kinderen en jongeren in de kerk. Dat geeft moeite, teleurstelling, soms ook frustratie. Sinds de fusie van de Protestantse Kerk in Nederland is er een beweging van de hoop op gang gekomen, de missionaire beweging, die mensen opzoekt die we niet meer zien of die we nog nooit gezien hebben. Die ons voorgaat in het zoeken naar waar de Geest aan het werk is in mensen die zoeken naar een stukje geloof, hoop en liefde in hun leven. En die daar vorm aan probeert te geven in kleine, voorzichtige initiatieven, mosterdzaadjes, zoals de pioniersplekken, maar ook de missionaire initiatieven van gemeentes zoals het mooiste Bijbelverhaal event. Die beweging heeft mij enorm geïnspireerd in mijn werk in onze gemeente. We hebben die missionaire beweging nodig om zelf in beweging te komen en te blijven. Maar die missionaire beweging heeft ons ook nodig als zendende kerk. Daarom wil ik graag een collecte voor het missionaire werk van harte bij u aanbevelen. We zien er een filmpje van tijdens de collecte. Geef met liefde. De kerk loopt eigenlijk als verrassing achterop bij een missionaire beweging. En dat is de beweging. Spreekt het evangelie, spreekt het geloof je aan, ja of nee? We handelen niet alsof we in een organisatie zijn met elkaar waar over 30 jaar helemaal niks meer van over zou zijn. Dan hoop je ook wel eens dat je naar die kerk toe gaat om 9:15 en dat er een mensenstroom. Maar die mensen die komen niet of die. Ik hoor het liever een tandje te radicaal dan een tandje te voorzichtig. Ik zoek hier inspiratie, ik zoek hier rust, ik zoek hier meditatie. Ik zoek hier ook ruimte waar ik samen met mijn kinderen ben, ook om geloof te beleven. Voor die ontkerkelijking zijn niet één of twee oorzaken aan te dragen. Die hebben te maken met een tamelijk gecompliceerd samenspel van processen. Heel veel dingen waar de kerken mee te maken hebben, daar kan ook Amnesty International mee. En natuurmonumenten mee en de vakbonden mee. Hoe is dit tijd te keren? En wie is hier toch in vredesnaam schuldig aan? En wat hebben we nou toch fout gedaan in het verleden? Daar hou ik me helemaal niet eigenlijk mee bezig. Heel lang is het zo geweest dat de kerken als het ware in het midden van een soort spiegeltent stonden. Hè, om dat beeld van de kermis te gebruiken. Ook onze gemeente loopt elk jaar 3,7% terug. Dat wil zeggen het aantal leden mindert. Dus als je dat doorgaat na zoveel jaar heb je geen leden meer over. Wat je in je kerk tegenkwam, in je plaatselijke gemeente tegenkwam, dat kwam je in je krant tegen, de radio waar je naar luisterde, de voetbalvereniging waar je lid van werd. Die weerspiegelden allemaal dezelfde waarden. Waar zit die overlevingsdraai? En die spiegels die liggen aan scherven. Ik heb die parel gevonden. Ja, als je die parel nooit gezien hebt, dan mis je het ook niet. Ik denk voor mezelf ook wel, als Kalla ook niet gelovig was, had Henk hier denk ik ook niet gezeten. We hebben wel goud in handen. Maar we laten het weinig zien. Wat wil je die mensen bieden? Daar hebben we het eerder over gehad. Wat kan je ze aanbieden? Wat hebben wij meer dan een mooi gebouw waar ze concerten kunnen houden? Mensen denken, andere mensen moeten in de kerk komen. Nee, wij moeten vanuit die kerk die mensen iets aanbieden. Iets waar zij iets aan hebben in hun leven. Komen ze dan bij verrassing ooit nog eens een keertje in de kerk, godzijdank, meegenomen? Bij die mensen thuis geweest? Ik niet hoor. Ja, maar ben jij er wel geweest? Ja, ik wel, ja. Want ik haal het nu niet in mijn hoofd om bij mensen die ik wel ken overigens, die niet meer komen, om daar een gesprek over te gaan van, goh, waarom kom je eigenlijk niet meer? Ik doe het niet. De cultuur van het niet kunnen verwoorden en niet over kunnen spreken, die moeten we doorbreken. Als u daar op uw werk op wordt aangesproken, kunt u dan gewoon in 3 zinnen zeggen wat de grond is waarop u zo graag wilt staan? En kunt u het over de heg nog aan uw buurman uitleggen in 1 paar zinnen? Dus het zou wel eens een heel ander type kerk kunnen worden als we er werkelijk voor gaan dat die beloften gedeeld moeten worden met de mensen die daar recht op hebben. Thank you.
kan toch nooit Gods bedoeling zijn dat er dan zo weinig mensen met zijn woord in aanraking komen? En het slaat heel klein beetje aan wat hier allemaal gebeurd is. Kinderen gedoopt, getrouwd, ouders begraven of mijn vader begraven. Allemaal dat soort dingen. Dat kan ik me niet voorstellen dat dit dicht gaat. Dat zou voor mij echt Gods onmogelijk zijn. Oh, yeah.
daar gaan we zo nog bidden. En er is genoeg om voor te bidden. Om onze handen te vouwen, of juist ons uit te steken. Help ons! Hoe zouden we bidden als we niet weten dat God als eerste zijn hand naar ons uitstak? We zingen met de koren nadat dit toeren in het Nederlands een aantal keren. Corine geeft wel aan dat je mee mag zingen, maar dat is vrij dan. Met alle muzikanten erbij, nadat dit toeren niets zal verdienen. Bidden en sluit onze voorbeden steeds af met het gezongen Heer onze God, wij bidden u voor ons. Laten wij samen bidden. God, wij danken u voor alle gaven die we mogen ontvangen in ons leven en waarvan we mogen uitdelen en delen met elkaar. Ik wil u danken voor zoveel gaven in deze gemeente. Prachtige mensen met mooie talenten die zoveel doen in uw gemeente. Ik wil u vragen, laat het goed zijn en geef rust dat het goed is. Geef mensen die moe zijn uw rust. Geef mensen die teleurgesteld zijn geraakt uw troost. Geef bovenal uw genade om te kunnen doen wat we doen in ons leven, in onze gemeente, in de wetenschap dat het goed is. Zo bidden wij u allen tezamen. Veel met elkaar meegemaakt, lief en
en leed gedeeld. Mensen uit handen gegeven. Lieve mensen waaraan we dierbare herinneringen hebben. We zijn blij dat we vandaag weer een aantal mensen terugzien die naar elders vertrokken. En we zijn dankbaar voor zoveel moois dat we samen konden meemaken, doen, door alles heen soms toch voor elkaar krijgen. Ik dank u voor de vriendschap die ik daarin mocht ervaren. Ik dank u voor de mildheid van de gemeente, de complimenten, de steuntjes in de rug. Geef uw gemeente God uw zegen als ik straks mijn dienstwerk hier neerleg, geroepen om verder op weg te gaan. Een weemoedige dag, ook een spannende tijd, ook voor deze gemeente. Wees met uw zegen en wijsheid, bovenal uw genade bij ons. Zo bidden wij u allen te zijn. Onze gebeden God van te
we samen met het gebed dat uw zoon ons leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, wij in de hemel, als ook de aarde. Geef ons zeker ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de eeuwigheid, tot de eeuwigheid. Amen. Beste Otto, beste collega, toen jij op 10 april 2005 hier in de kerk gevestigd werd, heette jij nog dominee O.O. Greving. O.O. Ik weet nog niet anders van je, die tweede O. Olivier. Blijf toch. Wij hebben als white and black, zeg ik maar even, onze schouders gezet onder het kerkenwerk hier in Waalwijk. Eerst twee aparte kerken en sinds 29 januari staan wij op hetzelfde preekrooster. Heel mooi. Black and white, maar we wilden ons wel laten inspireren door diezelfde kleur, de Heilige Geest. Otto, jij neemt nu afscheid, jij vertrekt, ik blijf nog even. Beste Otto, vandaag eindigt je dienstwerk als dienaar van het woord. Eerst in de gereformeerde kerk en nu in de protestantse gemeente te Waalwijk. Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het woord bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de Heilige Schrift aanvaardt als bron van de prediking en als enige regel van het geloof. En dat je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je belooft geheim te zullen houden dat vertrouwelijk te jouw kennis mocht komen en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. We laten jullie gaan en zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee je tot hiertoe je dienstwerk in Christuskerk hebt vervuld. We hopen dat je ook in je volgende gemeente en je missionaire dienstwerk de kerk mag blijven dienen met de jouw geschonken gave van hoofd en hart. Laten we samen bidden. Het past ons, Heere God, u dank te zeggen voor de toewijding van deze dienaar van het woord, die afscheid neemt van het dienstwerk in deze gemeente. Voor zijn volharding en trouw prijzen wij, bron van alle goed. Bevestig het werk van onze handen. Ja, het werk van onze handen bevestig dat. U die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machten zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen. U zij de heerlijkheid, in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Je tafel vol met brood, dat je rustig staat te kunnen.
voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang. Zullen wij samen zo mogelijk staande zingen lied 425.
geld ingezameld. En we hebben een cadeau gemaakt voor je. Ik weet dat er maar één soort thee is waar je van houdt. Daar lachen we wel eens om. Maar dat kopje thee, volgens mij is dat something inside so strong, dat je denkt van, nou, als Otto komt en je drinkt het kopje thee, dan komt het altijd wel goed. We hebben theezakjes gemaakt. Met wensen. Het is niet allemaal Earl Grey, maar misschien is het wel goed. Verandering van spijs. Ja, heel leuk. Alsjeblieft, die is voor jou. De theedoos is gemaakt door een van onze oudste gemeenteleden. Iets namelijk niet te noemen, maar die heel veel met hout doet en Dus die is voor jou. En Carla gaat iets vertellen over het andere cadeau. Aan mij de eer om het cadeau van de gemeente te overhandigen. We hebben een ontzettend groot bedrag opgemaakt. We hadden iets voor ogen om jou te geven, maar het budget was eigenlijk heel erg hoog. Maar dat budget hebben we bij elkaar gekregen. Jij gaat ons verlaten. Je gaat weg in, naar Tilburg toe. En je laat het nog. Een leegte achter. Een leegte in onze kerk, in de protestantse gemeente Waal. Maar je laat nog iets anders achter. Je hebt 12 jaar met hart en ziel ingezet voor onze kerk, voornamelijk in deze kerk. En je laat ook een stukje van jouw ziel achter hier in deze kerk, bij ons. Wij gaan een stukje verder met jou in deze gemeente. Maar we willen niet alleen jouw gedeelte hebben. Maar wij willen jou ook iets meegeven van ons. Iets wat jou bijstaat als eerste gemeente. Wij hebben iets wat kenschetst van deze kerk. Laten wij maken voor jou. Als herinnering van al die mooie 12 jaar. Het wordt nog gemaakt. De kunstenaar die het gaat maken, die loopt nu net binnen. Op het handje. Ad van de Hoven van Kunstregie. Ad, kom je naar voren. Het was maar net op het nippertje. Goedemiddag allemaal. Als je te laat was, was het contract ingetrokken. Ad gaat dus de komende weken heel hard werken voor jouw afscheidscadeau. En dat afscheidscadeau komt nu op de wiemel te staan. En dat is dus het stukje. Het glas en lood kunnen we niet meegeven. Maar dit wordt in glas en lood gemaakt voor jou, voor in jouw studeerkamer, als herinnering aan onze gemeente. En Ad gaat nog heel eventjes iets bijvertellen. Ja. Ja, goedemiddag allemaal. Allereerst even leuk dat ik even langs mag komen, dus ik vind het heel leuk om te maken. Mag ik even zonder langs komen? Ja. Carla heeft mij gevraagd om iets te maken in dit geval. Daar heb ik toen een volmondig antwoord op gegeven. Wij gebruiken daarvoor eigenlijk heel traditionele wasloten technieken die we daarvoor toepassen. We gebruiken echt antiek niet geblazen glas. Waar dus echt aan de blaaspijp is geblazen, zeg maar. En dat in verschillende kleurstellingen daaromheen maken we een heel mooi kader. Daar even kijken hoe dat u het op zal willen hangen of staan. Misschien wel eventjes wat details hebben. Hij wordt ongeveer 45 centimeter breed bij 60 centimeter hoog. Ja. Dus ik hoop dat hij voor zeker moet, weet ik niet. Jongens, bedankt! Misschien kun je even een plekje zoeken, Otto. Oh. Ik zit even te denken waar er ook wordt al geschoven. Misschien kun je. Marijke, waar zit je? Ja, we hebben voor jou de bloemen meegenomen. Als dank voor 12 jaar steun en al die avonden en vergaderingen. Misschien 12 jaar steun en 5 jaar steun. Oh.
staat en alle ruimte heeft, hebt kunnen geven als hij weer eens weg moest voor de kerk. En dat het altijd kan en kon. Dus dankjewel. De bloemen met vijs en als dank voor jou. Maar we hebben een keuze gemaakt en als ouderlijk communicatie kun je dat heel makkelijk, want dan zeg je die wel en die niet. We hebben gekozen voor de 5 voorzitters van de kerkenraden die jij hebt meegemaakt. Dan vraag ik jullie vast eens even bij de preekstoel naar voren willen komen. En ik wil Erik Durr vragen om vast op te klimmen. En je hebt heel wat kerkenraden meegemaakt, kerkenraadsleden heb je meegemaakt. En het zijn 5 voorzitters. Het zijn zo'n dubbele voorzitters, omdat we een algemene kerkenraad hadden en een bijkerkenraad. En ik heb mij gevraagd om allemaal een minuut iets te vertellen. Je begrijpt wat het commentaar daarop was van deze 5 heren. Van iedereen. Iedereen vond het moeilijk. Dus het is een hele prestatie. We gaan niet timen, want ik begrijp dat het soms 1,5 minuut wordt, soms 2 minuten. Maar na 2,5 minuut. Ik stel ze kort even aan jullie voor. Erik Durr, hoeveel jaren was hij voorzitter, Erik? Toen in de tijd van Otto? Sorry, ik heb de vraag niet verstaan. Hoeveel jaar was je voorzitter in de periode dat Otto begon? Toen hij begon, was ik een heel kort nog voorzitter, geloof ik. En daarna een eindeloze periode die toch heel kort leek. Daarna gaan we naar Leander van Dongen. Leander, hoe lang was je voorzitter van de periode van Otto? 6 jaar. 6 jaar? Geert Hulsbos? Ja, weet je gemeente. Ik koos ad interim en daarna een klein jaar vast. Ad interim en een jaar vast? Ja. Gerrit Westerveld, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Hoe lang was die periode, Gerrit? 6 jaar. 6 jaar. En Wim van Drunen, huidige voorzitter van de protestante gemeente Ramen. Dat weet ik. Dat is sinds jouw werk. Succes. Dank u wel. Otto heeft vele goede eigenschappen, maar er is één die wat mij betreft bovenuit steekt. De manier waarop hij met kinderen omgaat is echt fantastisch. Als je dat ziet op de Juliana of hoe hij een gesprek met de kinderen voert voor ze naar de levendienst gaan, dat is geweldig. Hij kent alle namen en hij daalt regelmatig ook letterlijk af naar hun niveau. Door de knieën dus. En als de vraag toch wel erg lastig is, dan zijn er altijd wel vaste hulpkrachten. Maar soms is de beeldvorming wat al te heftig. Hij had eens een stevig beeld opgeroepen van hoe de Joden de Samaritanen zagen. Een soort biker met armen vol tattoos kwam eruit. Maar hij dacht toen de kinderen weer terugkwamen, dat moet ik herstellen. Dus daalde hij af en vroeg aan een klein jongetje hoe hij nu wel over de Samaritaan dacht. En gelukkig was dat nu een goede peer geworden. En dat werd beklonken met een high five. Fantastisch. Op Otto als kindervriend heb ik een klein limmerikje gemaakt. Een jong predikant genaamd Otto leeft steeds met een heel erg sterk motto. Blijf denken als kind, dan zorgt hij dat je wint. Zo hoef je geen spel in de Otto. Otto, houdoe en bedankt. Otto, we hebben als oud-voorzitters afgestemd dat ik iets zou vertellen over de vrolijke noot in al je werk. Maar om daar nu 1 minuut heel grappig over te gaan speechen, dat is een hele uitdaging. Maar als jij 6 weken voor dit afscheid op Facebook een bericht plaatst over je gecastreerde konijn en de relatie tot je kippen in datzelfde hok, dan daag je hem uit. Ik zal me inhouden. En misschien is het ook wel veel beter om het maar even te hebben over emotie en beleving. In de 6 jaar dat ik voorzitter van de kerkenraad was en wij daar hebben elkaar met elkaar samengewerkt, zijn er regelmatig tranen gelaten. Vaak van het lachen, maar soms ook van het huilen. Je bent een gevoelsmens, dat heb ik gezien, en je werkt veel vanuit je emotie. Je bent derhalve geen stratege met een verborgen agenda. Maar een boek waarin ieder van ons hoofdstuk van heeft mee mogen lezen.
en iemand die de afgelopen jaren hier in de gemeente zichzelf heeft kunnen zijn. Oké, met af en toe even de teugels die dat werden aangehaald, maar altijd in goed overleg en altijd om er met elkaar beter van te worden. In de eredienst was er vaak ruimte voor spontaniteit. Iets waarvan ik persoonlijk vurig hoop dat we dat als gemeente niet kwijt gaan raken. Spontaniteit met kinderen in de eredienst, maar ook in de communicatie met de gemeente. Van daaruit met elkaar betrokken zijn en de juiste woorden weten te vinden. Het liturgisch centrum voelde voor jou als een thuis en een vertrouwd podium van waaruit je de gemeente met elkaar verbindt. Ten slotte wil ik je graag de volgende woorden meegeven uit Jozua 1, vers 9, waarin staat: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, sta je bij. Dank u. Door de jaren heen
heb je invulling gegeven aan Jezus' aanwijzing door ons te leren te doen wat God ons in zijn woord geboden heeft. In de woordverkondiging, sacramentsbediening, spreken, raak je de kern en de mensen met uiterlijk en verkondiging geïnspireerd door de Geest. We zijn God en jou dankbaar dat je de gaven van het woord hebt ontvangen. Wens je toe dat je in je nieuwe roepingen deze gaven verder kunt ontplooien ter ere van God en tot zegen van de mensen.
zal het kort maken. Dat lukte trouwens niet altijd in onze vergaderingen van de PGNL. Maar dominee Otto, wijkpredikant van Aals, is dus genoemd gereformeerde kerk van Waalwijk en sinds de fusie met de hervormde gemeente de Ambrosiuskerk. 12 jaren in de eerste gemeente, het is vermeld en ook zichtbaar was het een bewogen tijd in en met de gemeente en ook in je persoonlijk leven. Het zwaartepunt van in dankbaarheid afscheid nemen ligt dan ook daar. Ik memoreer nog even, want ik ben zelf verbonden aan de gereformeerde kerk van Brug, de Sprangkapel zoals u weet. En de gereformeerde kerk van Waalwijk is voortgekomen uit de gereformeerde kerk van Sprang. Dat is ook nog wat zichtbaar in deze dienst, in de medewerking van het koor Laudate. Want elke donderdag oefenen jullie in kerk De Brug. En al aangezien ik de buurman ben, weet ik dat dat veel welluidende klanken oplevert. Ik heb het eerder gezegd, niet altijd, maar vanavond is gebleken, dat vanmiddag is gebleken, dat het een hoog niveau heeft. Onder jouw bezielende leiding de laatste jaren. Maar met name willen we je bedanken voor je werk, vele jaren als voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten van de Middellangstraat. Je hebt je gediend met je bewogenheid, met je creativiteit en spontaniteit. Het persoonlijk welzijn van de collega's gaat je ter harte en je gaat ons ook nog niet echt verlaten. De PGML heeft ook je hart. De samenwerking van de verschillende gemeenten, en ik denk met name het jeugdwerk en de missionaire roeping. Het is vandaag het PGML Ruilzondag. Predikanten gaan in buurgemeenten voor. Dat mag van jou nog wel wat ruimer dan dat we dat nu doen. In de laatste vergadering van de PGML hield je een warm pleidooi voor verdere samenwerking van de gemeente, een noodzaak voor het kerk zijn in deze tijd. Je hebt een beroep aangenomen van de protestantse gemeente Tilburg, een deeltijd. Je blijft internetdominee, je gaat pionieren, blijft pionieren. Zo zal het predikantschap in de toekomst steeds meer ingevuld worden. Predikanten actief op meerdere fronten en je hebt daarin ook een rolmodel, denk ik. Wij wensen en bidden je in Tilburg met de gemeente een gezegende arbeid toe. En je kunt ook zo in Brabant blijven. De kerkraad van de protestantse gemeente Waalwijk en de gemeente wensen wij wijsheid en God zegen toe bij de invulling van de vacature en het verder vormgeven van de protestantse gemeente op de toekomst voorbereid. U heeft daarin belangrijke stappen gezet en er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Wij blijven daar graag van op de hoogte en met u in delen en nadenken. Gods zegen toegelicht. Dank u. We gaan bijna naar de hoedzie. Ik wil vast in ieder geval alle bakkers en baksters bedanken voor die enorme tijd. Wie heeft er al iets gebakken? Maar iemand durft het niet te zeggen. Nou, ik weet dat het er heel veel zijn. En ik wil dit ook even noemen, de organisator van dit geheel, Jacqueline Buijs, heel veel dank dat je dit hebt gedaan. Het was te aardig tijd. Ja, het was wel heel goed. Ja. Tot slot zijn de laatste woorden natuurlijk voor dominee Otto Greving. Als die klaar zijn, blijft Otto hier vooraan, zodat als je nog iets wil zeggen of wil doen, dan kan dat. Dat hoeft niet allemaal meteen. De meesten kunnen eerst naar de IT. En ik stel voor dat als Otto zegt, dit is het startteken, dat we dan ruimte maken voor alle kinderen die zo stil hebben gezeten. En dat die als eerste mogen rennen om wat lekkers uit te zoeken.
eten en lekkers te drinken. Goed zo, jongens. Lieve mensen, wat zal je zeggen na zoveel warme woorden en na zo'n ongelooflijk warm weekend? Want dat was het. We zijn begonnen met de ouderen hier te zingen, we zijn in een film geweest, we hebben gebarbecued, we hebben geborreld. En dat was fijn, dat was warm. Dat was die sfeer die me zo bij zal blijven altijd van onze gemeente. We wonnen hier in dit gebouw, nu samen één gemeente. Dat was mooi, dat is mooi. En alles wat je ervan hebt meegemaakt, ook vanmiddag, koester dat. Neem het mee. Laat je aanvuren, blijf je aanvuren en wees met elkaar gemeente. Aangevuurd. En zoek bij elkaar die bemoediging, die troost, die inspiratie die we van God krijgen in deze gemeente, zijn gemeente. En weet je daarin vooral gedragen. We hebben een ongelooflijk warm weekend gehad. Theezakjes, raam, van alles wat er aan mooie woorden mijn kant op komt. Wat lief dat oud-gemeenteleden uit onze decadans in Til en de Ede hier naartoe zijn gekomen om inmiddels een Ede decadans te creëren. Maar die mensen zijn er. Ik zie nog meer. Odijk, fantastisch jongens dat jullie er vandaag ook weer bij zijn. Zoveel mooie herinneringen. Andere oud-gemeenteleden, veel mensen die hier even bij wilden zijn. Fijn. Ik heb nog twee kleine dingetjes. Lieve gemeente, wees zuinig op uw kerkraadsleden. Ze doen op dit moment heel veel en veel op hun bordje. Dat doen ze voor u, dat wil zeggen voor u als gemeente van Christus. En gemeente, kerkraadsleden, wees zuinig op uw gemeente. Wees zuinig op uw gemeenteleden. U heeft ze gekregen van God in deze gemeente. Wees zuinig op ze, zie ze, luister naar ze. Wees samen kerk. En wees zo vrijmoedig om af en toe je handen open te doen. En ik heb wel eens gezegd, wat moet je dan zeggen? Nou, soms misschien, ik weet het niet. Maar weet dan in ieder geval dat je samen gemeente bent van God. Ik wens u allemaal, collega's, gemeenteleden. En zoveel mooie zangers die we vandaag hier hadden, de muzikanten. Ja. Ik ga geen namen noemen, want ik ga ongetwijfeld iemand over de hoofd slaan. Ik kom er bijna van kans op. Dat jullie dat nog steeds durven na 12 jaar hier. Bloemen is het goed. Ik ben jullie ongelooflijk dankbaar. We hebben hier met elkaar laten zien wat het betekent om gemeente te zijn. En ik wens jullie die vurige geest toe. We blijven elkaar zien. We blijven bij elkaar in Baalwijk wonen. Ik hoop van harte dat we elkaar nog veel tegenkomen. Dat we in die ene kerk en ook een schoen kunnen geven de komende jaren. En dat we veel mensen, vooral ook die kinderen die we hier vandaag hebben gezien, iets moedigends kunnen meegeven. Omdat we het geloven, dat het zin heeft om te geloven in geloof, hoop en liefde. Ik dank jullie wel. Ga aan de IT. En ik spreek jullie nog heel graag. Dank jullie wel.